We willen dus de slideshow die hier wordt weergegeven, die willen we gaan aanpassen. Daarvoor ga ik naar de administrator. En zoals in de voorgaande video verteld, is de module slideshow, die wordt vergezeld van een component frontpage slideshow. Dus die component die open ik nu. En er staan 8 slides totaal beschikbaar. En op dit moment zijn er 2 categorieën, namelijk de demo category en slideshow. De slideshow die heb ik gemaakt. En daarin staan op dit moment 4 slides. En die 4 slides die worden dus op dit moment hier weergegeven. Ik ga nu een slide toevoegen aan de category slideshow. En dat is heel makkelijk. Ik klik gewoon hier rechtsboven op de knop nieuw. Dan krijg ik een invoerscherm. En ik begin meestal onderaan op de pagina, waar de knop bladeren staat. Daarmee kun je een foto die op je eigen computer staat, uploaden naar de website. Dus ik ga even bladeren naar een geschikte afbeelding. Nou, eigenlijk is natuurlijk niet veel geschikt. Ik heb niet veel borduurwerk. Maar laat ik maar een foto nemen die ik of die iemand anders van het internet gestolen heeft. Dat is deze foto. Dus die klik ik aan. Ik zeg openen. En je kunt hier zien dat deze afbeelding klaar staat om geüpload te worden. Nou, de titel van deze slide, die noem ik maar even auto. Volgens mij stonden de auto's op. Nou, hij moet inderdaad in de categorie slideshow komen. Hij moet gepublished zijn, hij moet dus zichtbaar zijn. Nou, je kunt hier aangeven de begin- en einddatum van het publishen. Hier kun je aangeven dat die voor het hele publiek zichtbaar moet zijn. En hier kun je een stukje tekst plaatsen. Je kunt ook een tagline invoeren. Dat doe ik even niet. We gaan ook niet linken naar een artikel toe met deze foto, wat op zich wel een hele goede optie is. Nou, ik wil dat de titel vertoond wordt. De categorie hoeft niet. De custom tekst, die heb ik net ingevoerd. De demo tekst, die wil ik wel laten zien. De tagline niet. En de read more link ook niet. Nou, nu heb ik alles ingevuld. Ik zeg opslaan. Je ziet nu dat de auto nummertje 1 heeft gekregen. Wanneer ik nu naar de voorkant van de website ga en ik druk op het toetsenbord op de Ctrl F5, dat betekent dat de complete website opnieuw gedownload wordt, dan zie je inderdaad dat die foto van die auto bij in de slideshow staat. En je ziet ook hier, wanneer ik erop klik en het zou werken, maar het werkt blijkbaar niet. Dat de tekst ook verschijnt. Dit is een demo tekst. En dat is op zich goed om al jouw foto's waar je wat gedaan hebt, om die een stukje begeleidende tekst te geven. Oké, ik ga nu die slide van die auto, die ga ik depubliceren. Ik klik nog een keer op Ctrl F5 op de website en je ziet dat die foto weer weg is. Tot zover deze tweede video.